Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Een super chaotische dag. Het is echt een dag vol met afspraken. En ik heb er al een paar gehad en het is nog maar 11:15. Ik ben vandaag ook na 2 weken lang weer even naar acupunctuur gegaan. En het was eigenlijk super chill. Ik ben erachter gekomen dat mijn verzekering ook acupunctuur vergoedt. Dat ziet er ook allemaal goed uit. Dus ik denk dat ik daar wel echt zo om de 2 weken even naartoe ga vanaf nu. Ik ben serieus nog zo happy met mijn oorbellen. Echt, ik zit er gewoon de hele tijd naar te kijken in de spiegel. Zo, wij zijn nu onderweg naar Amsterdam. We rijden even in aparte auto's, want we moeten even die jeep terugbrengen. Die hebben wij gebruikt voor Frankrijk en dat was echt super handig, want de wegen daar waren niet normaal in het plekje waar we waren. En we moesten ook heel vaak off-road rijden, dus dat was echt perfect. Maar die moeten we nu terugbrengen. Dus we moeten even met 2 auto's gaan, even de jeep terugbrengen. Daarna gaan we even naar de chiropractor van Nessie. En we hopen nog even samen te kunnen lunchen, want ik heb echt heel erg trek en ik heb nog precies niks gegeten. En daarna heb ik ook nog een andere afspraak. Nou, daar heb je hem hoor. Daar heb je hem hoor. Wat dan? Waarom ben je zo boos? Ik ben de taxichauffeur van Nessie vandaag. Oh, mijn god. Oh, ging je goed? Welkom moet ik op? Ja, dat is de kroep van gisteren, ik zou niet één. Oh. Welkom moet ik op? Ik ga nu navigatie voor jou doen. Doe maar alsjeblieft. Waarom, ik snap niet waarom je zo boos bent op mij. Ik heb zoveel honger. Ik heb ook honger, hè. Ik kan ga jij mij filmen bij de... Chiropractor? Mag dat? Waarom ga je mij filmen? Oh mijn god, dat is zo grappig. Hij gaat denk ik niet veel kraken horen, want het is meer waarom? Bewegingen. Ah, nee, dat is niet leuk. Ik wil echt gewoon... Ja. Maar dan zijn we zo'n beetje hetzelfde gekleed vandaag weer. Dat doe ik altijd. Wanneer je naast Nessie mag zitten. Leuk hoor, Nes. Hoe is het? Gezellig zo naast je. Nou, dit was echt zo apart om te zien. Ik dacht, ik ga alle botten horen kraken. Ik heb precies niks gehoord. Maar je voelt je nu wel lekker, hè? Ja, heerlijk. Dat was zo grappig om uit te zien. Het leek wel echt alsof je aan het sporten was. Want je moest elke keer andere kant op. Ja, precies. Het is ook best wel intensief. Want je moet ademen. Yeah. Je moet elke keer veranderen van positie, zeg maar. Hallo. Mm-hmm. Maar daarna, je voelt je gewoon echt weer top, man. En als het goed is, hoef ik nog maar 2 keer te gaan, dan zou ik er vanaf moeten zijn. Welkom het wel. Het was wel apart om te zien, maar als je je goed voelt hierdoor. Oh, heerlijk. Maar hoe heet het? Wat hij? Is hij een chiropractor? Hij is gewoon een dokter. Nee, hij is een dokter. Hij is geen chiropractor, dus hadden wij het verkeerd. Maar het is wel... Vorige keer dist ik hem ook. Nu gaat er helemaal die last heen van zijn rug. Normaal gezien kom ik zeg maar tot hier, hè? Ja? Met mijn rug. Kijk nu. Maar van de grond aan. Oh, wat een kunstje. Kunstjes hoor. Het wordt echt zo'n vlog waarbij ik de hele tijd in de auto zit. Maar ik ben ook echt letterlijk 2 uur aan het rijden. Ik heb Nessie nu afgezet. En ik ga nu mijn 3e uur rijden. Het is echt overal file. Echt fucking druk. Ik moest hem even afzetten in Rotterdam-Zuid. En dan moet ik naar Leiden. En dat doe ik nu 1 uur over. Dus ik ben vandaag echt letterlijk 3 uur aan het rijden. En dan weer naar huis. Mijn god. Ik heb niet eens gezegd waarvoor. Maar ik ga mijn nagels doen. Dat is weer nodig. Ik had het al echt een maand geleden al ingepland. Echt op een heel onhandige datum. Maar goed, ik wil wel heel graag mijn nagels doen. Dus ik ga daar gewoon naartoe. Kijk dan jongens hoe clean mijn nagels weer zijn. Niet normaal. Ik doe ook altijd heel erg natuurlijk hoor. Ik doe niks bijzonders met mijn nagels meer. Ik denk echt, even kijken. Bijna 1 jaartje dat ik gewoon geen acryl meer heb. Of lieg ik nu? Het voelt wel echt als een dikke jaar in ieder geval. Maar het vind ik ook echt gewoon veel mooier. Ze zei dus ook tegen mij dat er steeds minder vrouwen naar acryl vragen. Dus ze zei ook van dat ze echt een verandering daarin ziet. Dat echt veel meer vrouwen voor natural nails gaan. Ik heb zoveel honger, oh mijn god. Ik moet nog steeds eten. I never let you figure me out. Thuis. Ik ga gewoon gelijk editen, want ik loop een beetje achter bij de edits. Normaal gesproken loop ik een paar dagen voor, maar ik moet gewoon vandaag nog de vlog editen die vandaag online moet komen. Daar heb ik een beetje stress van en ik heb mezelf even beloofd om vandaag echt even vooruit te editen, want op de een of andere manier lukt het mij gewoon niet. Nessie is nu naar Albertijn, hij heeft mij beloofd vandaag te koken, dus ik ben heel erg benieuwd wat daarvan gaat komen. Maar ik ga gewoon even lekker editen nu. Ik ben zo blij met mijn nagels.
Dat is echt leuk. Ze heeft een nieuwe kleurtje. Dit is dus... deze heet dus Milky White. En ik vond deze echt heel erg mooi. Normaal gesproken doe ik meer een beetje een roze kleurtje. En nu heb ik meer een wit kleurtje. Oké, ik moet echt editen. Ik val echt bijna in slaap omdat ik nog steeds niet heb gegeten. Ik kan echt niet werken in mijn normale kleren. Dus ik heb lekker mijn pyjama aangedaan. Heerlijk. En nu ga ik lekker chill aan het werk. Nes, waar ben je? Nou jongens, kijk eens wat een timing. 7:30. En nog 7 minuten. Nessie heeft gekookt. Rijst van gisteren van de Chinees. En hij heeft een visje in de oven gedaan. Lekker hoor, Nes. Goed hè? Ongelooflijk. Healthy lifestyle. Ik ben überhaupt wel te pruimen is. Ja. Oké, ik ben echt super moe. Maar ik moet vandaag echt nog mijn haren wassen. Want ik kan echt niet meer. Dan ga ik naar mijn vriendin toe. Dus ik wil even mijn haren vandaag al wassen. Anders ga ik het echt nooit kunnen uitborstelen. Kijk maar. Het zit al echt vol met klitten. Zo, mijn haar heb ik inmiddels gewassen. Ik heb hier even een kam en even een leave-in conditioner om even in te doen. Ik heb een pakketje gekregen van Queen Tarzi. En ze hebben nu dus van die individual lashes. Die wil ik echt heel graag hebben. Ze hebben een nieuwe eyeliner. Oh, dat ziet er echt heel cute uit, deze eyeliner. Met zo'n kroontje en zo. Ik had het nog niet eens gezien. Dat is wel heel erg cute. Oh, wauw. Ah, zo lief. Dankjewel. Oh, dit zijn de individuals. Echt, ik ben hier zo nieuwsgierig naar. Ik wil deze echt heel graag uitproberen. En ze heeft de Wimpers Coco erbij gedaan. Lekker naturel. En Ella. Oh, ze kennen me echt heel goed. Ik ben hier heel blij mee. Ik ben echt de beste. Thank you so much. En een eyeliner. En ze stuurt me altijd nog even lijm erbij. Echt spannend. Guys, kijk één keer hoe cute de eyeliner eruit ziet. Ik ga echt niet wachten om deze uit te proberen. En deze wimpers. Want die zijn echt heel erg natural. Nu gaan we even wat aan deze situatie doen. Ik hoop echt dat ik het... Oh, het lukt echt makkelijk vandaag, gelukkig. Yes. God, er is een nieuw seizoen van 90 Day Fiancé. Ik heb het helemaal gemist toen ik in Frankrijk was. Ik ga het nu terugkijken. Oké, ik heb lekker mijn haren even gedaan. Mijn make-up even eraf gehaald. En even ingespeeld met een nachtcreme. En ik kijk nu lekker op mijn gemak 90 Day Fiancé. En ik heb ook een theetje gezet. Daar ga ik echt van genieten. Wat een heerlijke avond. En Sim is aangeschoven. Ik ben weer op dieet, jongens.